Goeiedag en welkom bij weer een nieuwe COVID-19 update. In deze update zullen we het hebben over de swabpasten en hoe het testen er nu aan toe gaat. Aan het woord Dr. Fernanhu. Hij is arts op de afdeling epidemiologie van het BOG. In gesprek met onze redactie geeft hij aan dat vanwege complicaties er voorlopig niet getest wordt. Alleen bij dringende gevallen wordt er nog geswabt. De bedoeling is dat we richting surveillance gaan. Om eigenlijk de trend te volgen van COVID. Maar er zijn wat complicaties, waardoor we dus eigenlijk niet meer testen. Nou, wat financiële complicaties, om het goed te zeggen. We hebben twee personeelsleden hier die CITO-gevallen helpen swabben. Het is wel beperkt. Dus niet iedereen wordt meer geswabt, echt CITO-gevallen. Mensen die ziek zijn of de internist heeft ze verwezen. Van, weet je, deze man moet opgenomen worden, dus we hebben CITO iets nodig. Ziekenhuizen hebben ook die capaciteit om zelf te testen, dus we helpen waar we kunnen. Ik heb gezien, als ik kijk naar de database, dat sommige plekken als Wanica ziekenhuis, af en toe zie je een van de RGD-klinieken wel even swabben. Ik denk een noodsituatie, ik heb ze niet gevraagd waarom. Dus die cijfers zien we wel, maar het is niet een correcte weergave van wat het eigenlijk is, omdat we niet genoeg kunnen testen nog. Ook weerspreekt hij een bericht dat verschenen is in een lokaal dagblad waarin vermeld stond dat indien men ziek is, men dik gaat moeten betalen voor een test en wel tussen de 200 en 300 SRD. Dit bericht verwijst Dr. Nanhu naar het Rijk der Fabelen. Indien men ervoor kiest om zich commercieel te laten testen, dan dient men daarvoor wel te betalen. Denk maar aan een sneltest die men in de winkel kan kopen, maar ook bij de verschillende laboratoria's waar er commercieel getest wordt. Maar vanuit het BOG is er nooit gesteld dat men moet betalen. Het is niet waar, het is nooit van ons gekomen om te zeggen van je moet maar betalen om getest te worden. Nee, we hebben een complicatie. En als gevolg daarvan kunnen we niet testen, dan moet je uiteindelijk naar een commerciële plek gaan om dat te doen. Begrijp je? Maar het is niet dat we zeggen van je moet ons betalen en dan word je getest. Nee, dat is het niet. Dus dat het probleem is opgelost, gaat het herstart worden en dan kan er dus weer gewoon gratis getest worden bij. Dus die commerciële testen zijn of één, de sneltesten die je in de winkel koopt, of twee, je gaat naar de laboratorio, dus Medilab, AZP, MyLab. Dat zijn dus de drie genomineerde laboratoria die commerciële tests mogen uitvoeren. En dan kan je daar betalen. Of je doet het thuis, wanneer je één hebt gekocht van 90 SRD. En dan doe je het zelf of je laat iemand het voor je doen. Dr. Nanhu zegt dat de versoepelingen tot stand zijn gekomen vanwege het feit dat er haast geen ziekenhuisopnames meer zijn. Vergeleken met de voorgaande golven is het nu niet zo ernstig dat er nog maatregelen genomen dienen te worden. Het beleid is gebaseerd op de situatie in de ziekenhuizen. Hoeveel opnames heb je, hoeveel zijn in de IC beland. En dus van de vorige golven, op de laatste golf althans, heeft dat getoond dat het niet zo ernstig is als de vorige varianten. Er waren volgens mij nauwelijks ziekenhuisopnames en volgens mij maar eens IC-opname van al die 1000 mensen die positief waren. Dus dat, ik neem aan dat op basis daarvan het beleid is afgestemd. Maar dat weet ik niet, ik denk het. Ook het vaccineren bij het BOG is afgenomen. Mensen gaan ervan uit dat COVID niet meer bestaat en alles versoepeld is, dus hoeft men zich niet meer te vaccineren. Dr. Nanhu adviseert een ieder die nog niet gevaccineerd is, dat zo spoedig mogelijk te doen. Vooral degenen die wensen te reizen, maar ook de risicogroepen. Het vaccineren gaat nog een beetje stroefjes. In het begin ging het al stroefjes, dus nu is het vooral hoe het nu een beetje de maatregelen zijn verminderd. En denk, ja, COVID is niet meer nodig. Of bestaat niet meer, sorry. Dus het vaccineren is niet nodig. Maar het is nog steeds nodig, want bijvoorbeeld als je ook wil reizen, moet je gevaccineerd zijn om te kunnen reizen. Dus het wordt net als een soort gele koorts vaccinatie. En natuurlijk voor je eigen gezondheid. En natuurlijk voor de ouderen, de hoge risicogevallen, groepen. Die mensen moeten dus wel, als het ware, of worden geadviseerd om nog steeds te blijven vaccineren. De dagelijkse COVID-19 updates via de officiële website covid19.sr zijn beëindigd. Het COVID-19 dashboard werd vanaf maart 2020 door de regering geïntroduceerd om de officiële ontwikkelingen te volgen rond het coronavirus in Suriname.
Op COVID-19.sr kon men gedurende 2 jaren de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend nagaan. Het dashboard werd ontwikkeld om elke burger van meer uitgebreide informatie te voorzien gedurende de COVID-19-pandemie. Ook konden specifieke doelgroepen zoals artsen en beleidsmakers met behulp van de analyses de ondersteuning van de gemeenschap beter optimaliseren. Het COVID-19-virus is al een aantal weken nauwelijks actief in Suriname. Er doet zich momenteel een trend voor waarbij de samenleving naar het normale teruggaat. Dit brengt met zich mee dat de updates nu wekelijks zullen plaatsvinden in plaats van dagelijks. Het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg, BOG, zal op zijn eigen website reguliere dagelijkse COVID-19-cijfers bekendmaken. Het COVID-19-virus is al een aantal weken nauwelijks actief in Suriname. Ook met de versoepeling van de maatregelen blijft het aantal ziekenhuisopnames en besmettingen dalen. Dat is goed nieuws, zegt de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadin. We moeten alert blijven omdat het virus niet weg is. Daarom is het belangrijk om juist nu te vaccineren, zodat we straks beter beschermd zijn als het virus weer oplaait. Vaccinatie is heel belangrijk. Ik heb het al gezegd, vaccinatie werkt, het beschermt. En het is ook de tool geweest, met name die tool die ervoor heeft gezorgd dat overal in de wereld nu het aantal gevallen van COVID-19 aan het terugdringen is. En daar, dat hoefde eigenlijk, dat was al bewezen met andere infectieziekten. Ook bij COVID-19 is het gebleken. Uiteraard wil ik een oproep doen aan ieder. Ga zoveel mogelijk vaccineren. We hebben op dit moment enorm veel Pfizer-dosis vaccins. Dat zijn ongeveer 218.000 vaccins die we in voorraad hebben. Let wel, en dat is een dringende oproep naar ieder. Wacht niet. Wij vaccineren. Je krijgt 2 prikjes en een booster. Geluiden gaan op over een tweede booster. Die hebben wij nog niet geïmplementeerd. We zijn wachtende op adviezen van de deskundigen. We hebben weliswaar heel veel vaccins in voorraad. Let wel. De expiratiedatum, dus het vervaldatum van vaccins, is augustus 2022. Dat betekent dat we feitelijk nog 5 maanden hebben. Pakweg 4 maanden, 5 maanden om te vaccineren. Na augustus hebben wij nog geen afspraken gemaakt met leveranciers van vaccins, omdat die vooruitzichten verlopen, die ontwikkelingen zijn gaande. Maar we hebben nu op dit moment genoeg vaccins. We hebben ook eens bekend dat wij maar 50% van onze targetpopulatie hebben gevaccineerd. Dat betekent dat 1 op de 2 mensen die u tegenkomt niet gevaccineerd is. En dat is toch nog steeds een dreiging. En daarom zeg ik, probeer elke persoon die gevaccineerd is, probeer 1 persoon. Probeer 1 collega. Probeer 1 familielid. Probeer 1 vriend of 1 kennis of 1 buurman of buurvrouw te motiveren om te gaan vaccineren. Het zal goed zijn voor die persoon. Het zal ook goed zijn voor uzelf. Want met het terugkomen van maatregelen, met het terugdringen van maatregelen, gaat u deze mensen weer ontmoeten. U gaat weer in uw sociale netwerken. U gaat weer voetballen zoals ik hier doe. U gaat weer naar de gym. U gaat weer feesten. U gaat weer naar een conferentie. En dat allemaal zal ertoe bijdragen dat wij onze individuele personen, vrienden gaan motiveren. Dat wij een betere vaccincoverage zullen hebben. En dat wij daarmee alleen maar onze beschermingsgraad in het land verhogen. En dat wij kunnen gaan naar normalisatie voor langere tijd. In 2020 hebben 2,7 miljoen kinderen in de Pan-Amerikaanse regio niet de essentiële vaccins ontvangen die nodig zijn om hen gezond te houden. Als gevolg van onderbrekingen in de gezondheidsdiensten door de COVID-19-pandemie, waarschuwde de directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, PAHO Carissa F. E. Chen, kloven in de vaccinatiegraad ook voor COVID-19-vaccins moeten worden gedicht, zei ze. Terwijl we hard werkten om onze bevolking tegen COVID-19 te beschermen, werden onze routine immunisatieprogramma's zwaar getroffen, zei Dr. F. E. Chen. Maar zelfs voordat COVID-19 de wereld plotseling tot stilstand bracht, was onze dekking voor routinevaccins gedaald tot onder het optimale niveau, voegde zij eraan toe.
Volgens de PAHO-directeur hebben de afgelopen 2 jaar bijna 3 decennia van vooruitgang op het gebied van vaccinatie tegen polio en mazelen teruggedraaid, waardoor een reëel risico is ontstaan voor de herintroductie ervan. Vandaag zitten we weer op hetzelfde niveau van vaccinatiegraad als in 1994, toen deze ziekten nog een ernstige bedreiging vormden voor onze kinderen, gezinnen en gemeenschappen, zei ze. Dr. Etienne waarschuwde dat als deze situatie voortduurt, we een extreem hoge prijs zullen betalen in de vorm van verlies van levens, toename van handicaps en enorme financiële kosten. Dat was het voor deze COVID-19 update. Zoals de minister het aangeeft, laat je nu nog vaccineren en wacht niet totdat er opnieuw een golf zijn intrede doet. We gaan eruit en wens ik u een genoeglijke dag verder. Tot de volgende keer.